Zij zorgen altijd dat hun langste man staat altijd rond de tweede paal. Dus let daarop. Ik ben Dennis van Velzen, 23. Ik ben de hoofdtrainer van de JO19-2 van SV Den Horen. Ik zit in een rolstoel omdat ik bij mijn geboorte te veel zuurstof toegediend heb gekregen. En daarom niet in staat ben om te lopen. Ik denk met name dat het voor in het voetbal heel erg belangrijk is dat je verstand hebt van het spelletje. En dat je mensen dingen kan leren en dat het niet zo heel erg belangrijk is of je er zelf heel erg goed in bent. Dat er een rolstoel het voetbalveld op komt rijden is niet alledaags. Dan zie je toch wel verbazing, omdat mensen er altijd wel van uitgaan dat je inderdaad moet kunnen lopen om echt voetbaltrainer te kunnen zijn, zeg maar. De aanvoerder van het team werkt graag met Dennis samen. Ja, heel leuk. Het is gewoon, hij is continu met het voetbal bezig, dus dat maakt het leuk. En hij is heel betrokken bij de spelers. Ja, Dennis die is zo met voetbal bezig dat hij eigenlijk anderhalve dag, twee dagen van tevoren al mijn training doorstuurt naar mij. En dan kijk ik altijd te horen, snap je het of snap je het niet? Ja, meestal snap ik het wel. Ik heb 37 jaar zelf gevoetbald, dus dan snap je dat wel. En dan kijk ik even hoe ik alles moet neerzetten. En dan maandagavond trainen wij hier. En dan zet ik het uit. En bij de Horen zijn ze er ook echt blij mee dat hij hier is, hoor. Want echt een supergozer. En dit is pas het begin voor Dennis. Hij droomt groot. Ambitie is uiteindelijk om echt mijn werk ervan gaan maken. En in de profvoetbal terecht te komen. Hè. Dat heb ik al vaker ook uitgesproken. Maar goed, uiteindelijk is dat een droom. En je weet nooit hoe het leven gaat lopen. Maar ik wil er wel alles aan doen om zo ver mogelijk te komen. En dan zien we vanzelf waar het schip strandt. Dennis heeft een dringend advies voor andere voetballiefhebbers in een rolstoel. Als je inderdaad in een rolstoel zit en je wil voetbaltrainer worden, ga dat alsjeblieft doen. Ik heb vorig jaar mijn KNVB-diploma gehaald. Daarmee ben ik de allereerste. Maar laat het alsjeblieft zo zijn dat er nog meer mensen komen zoals ik. Dat er nog meer mensen gaan komen die een diploma gaan halen. Ik hoop alleen maar dat ik slechts een voorbeeld ben en dat er na mij nog heel veel mensen zullen komen.